Nou, Sibor, ons duurde even. Maar om te beginnen, waarom heb je nou eigenlijk voor Excelsior gekozen? Excelsior is een goede club om door te groeien, denk ik. Zeker na mijn blessure. En als redelijk jonge speler is dat een goede manier, denk ik, om een goede keuze om hier terecht te komen. Ja, want je hebt daar met je landgenoot hè, contact over gehad, met Wout Vaas. Ja, klopt. Ik ken Wout van in de jeugdreeks van België. Dus ik heb zeker contact met hem opgenomen en hij zei mij net hetzelfde. En jij zei net zelf ook al je blessure. Je hebt natuurlijk een zware kruisbandblessure gehad. Daardoor een groot deel van vorig seizoen gemist. We zagen net ook dat je iets eerder naar binnen ging op de training. Ja, hoe staat het er nu mee? Ben je fit? Ja, het is preventief ijsleggen en zo. Dus het is tegen de vocht en tegen een zwelling. Maar ik voel me goed. Ik heb geen pijn. Ik voel niks. Dus kan niet beter, denk ik. Was het een lange revalidatieperiode? Ja, het is zwaar geweest. Ik heb veel dagen geklopt. Bij de praktijk van de fitness, ja, zal ik maar zeggen. Dus het is zwaar geweest, maar ik ben terug. Dus, Jij zei zelf ook, hè, van, hè, het was mentaal, ben ik er echt sterker door geworden. Waarom dan? Ja, gewoon, het ene moment gaat al wat beter dan de andere. De ene dag mag je al wat meer dan de andere doen. Dus ja, dat is wel zwaar mentaal. Dus, ja. Jij zei ook dat je met Excelsior meer wil bereiken nog dan vorig seizoen. Dat jullie ook hoger willen eindigen. Vorig seizoen natuurlijk 11e eindig, was voor Excelsior eigenlijk buitengewoon. Dat is behoorlijk ambitieus dan. Ja, hopelijk doen we het even goed of zelfs beter, wie weet. Dat zullen we zien na hoe lang het seizoen loopt. En ben jij nu eigenlijk fit? Kan jij spelen aankomende zondag bijvoorbeeld al? Oh, dat weet ik niet, dat moet ik nog een beetje overleggen met de kines. Maar ik voel me goed, dus we zullen zien op de trainingen die nog komen. Dus, ja. Het zou natuurlijk wel een mooi debuut zijn uit in de Kuip bij Feyenoord. Ja, maar om te spelen zal ik moeten verdienen eerst, denk ik. Dus, En wat ga jij toevoegen aan dit Excelsior? Wat voor verdediger ben jij? Voetballend vooral is mijn sterkste punt, denk ik. De lange bal. Uitvoetballen. En dat is vooral mijn sterkste kwaliteit, denk ik. En waarop zie je aanknopingspunten dat dit voor Excelsior nog een mooi seizoen gaat worden dan vorig jaar? Oh, dat is moeilijk om te zeggen. Ik ben hier nog niet zo lang. Dus ik kan nog niet veel zeggen, dus... Zullen we wel zien. Hoe klikt het tot nu toe in de groep en met de andere spelers? Goed. Vandaag moet ik een liedje zingen, dus zullen we wel lachen dan. Dus het zal wel beter gaan. Waarom moest je een liedje zingen? Omdat ik nieuw ben. Hè. Dus, ja, beetje traditie bij Excelsior. Ja, ik moet samen met Elias, dus ik ben al niet alleen.